En van harte goedemorgen, dit is ons tweede item voor de dag en we zitten bij de ondervoorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, dat is de heer Winston Ramotasi. We gaan praten over CARICOM, want vanaf juli geloof ik zo gaat onze president het voorzitterschap daar bekleden. En de VES is uitgekomen, ze geven duidelijk aan dat eigenlijk wij ons meer moeten gaan focussen op de nationale zaken en dat even achterwege laten. Natuurlijk hebben ze dat onderbouwd en daarover praten wij met de heer Ramotasi, maar ook over andere zaken. De president was gisteren nog bij SRS. Hij heeft natuurlijk heel wat uitspraken gedaan, gesproken over een aantal zaken. We willen die zaken ook meenemen in dit gesprek. Maar nu naar onze zeer gewaardeerde Matti, de heer Ramotasi. Hoe gaat het u? Middag. Goedemorgen, kijkers, luisteraars. Ja, de economie van Suriname, daarmee start ik altijd. Even over het algemeen. Hoe ziet het nu eruit? Ik moet zeggen, redelijk stabiel. Redelijk stabiel. En, ik doe het niet af aan de verslechtering van de koopkracht van de mensen. Dat gaat gewoon door. Mm-hmm. Helaas, dat gaat nog een tijdje doorgaan. Mm-hmm. En dan hebben we ook nog wat verrassingen. En de Rusland-Oekraïne-oorlog gaat ook zijn doorwerking hebben op de verarming van onze bevolking. Dus... redelijk stabiel, maar met een toch wel een neerwaartse trend. Ja. Hoe komt die trend aan? Nee, wat ik zeg is, we hebben nog steeds een inflatie. Oh ja. Voor 2022 is door het planbureau geprojecteerd een inflatie van 32%. Staat in het MOP. 32%. Dat wil zeggen, als u geen loonsverhoging krijgt, gaat u 32% minder kunnen eten. Ja. Zo simpel. Ja. Dus je moest kiezen loonsverhoging voor het aantapassem niveau, voor ongeveer 32%. En nu komt daarboven nog die Oekraïne-oorlog. Mm. En de effecten zullen op de consument heel erg doorwerken. Dus die 32 is al op losse schroeven. Het zal richting 40-50 gaan. De keerzijde van diezelfde medaille is dat die overheid een heleboel extra geld gaat verdienen hierdoor. Omdat de goudprijs hoog is, boven de 2000 al. Per troy ons. En de olieprijs is al ver boven de 100 per barrel. Dat wil zeggen, via staatsolie kan we verschrikkelijk veel geld bij die overheid binnenkrijgen. Dus de vraag is, kan de overheid de voordelen, de windfall gains, de toevallige voordelen die ze gekregen, die ze niet gepland hadden, kan ze het op een zodanige manier op maat snijden, zodat die samenleving gecompenseerd kan worden voor deze toevallige negatieve ontwikkelingen. Dus er zijn toch best wel voordelen uit die hele oorlog van Oekraïne en Rusland. Er zijn elke oorlog hier winnaars en verliezers. En we moeten zorgen dat wij per saldo niet bij de verliezers horen. Ja, inderdaad. Gesproken over Oekraïne en Rusland. Je praat over olie. De olieprijs stijgt in de wereld. En we zien ook dat de olieprijs hier bij ons, bij de pomp, ook aan het stijgen is. We weten niet waar we dat ding moeten plaatsen. Gaat het om dat van IMF? Want IMF heeft ook zijn eis voor wat de olieprijs betreft. Oekraïne komt erbij. Nu wordt alles geschoven naar Oekraïne. Want ze geven aan, het is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne dat we nu dus dat die verhoging hebben. Of die, tenminste die stijging van de benzineprijs. Waar ligt die lijn? Die IMF heeft geen eis over olieprijs. Mm-hmm. Of over gasprijs. Mm. IMF zegt wel, je moet je non-targeted subsidies, dus gewone subsidies naar goederen of naar bedrijven toe, moet je afbouwen. Mm-hmm. En daarvoor moet je in de plaats zetten een targeted subsidiesysteem, een subject subsidie. Dus je verdient onder de 3000, dan moet ik jou helpen. Maar die man die 10.000 verdient, die ga ik niet helpen. Dus ik ga niet de olieprijs subsidiëren. Ik ga subsidiëren die arme man. En dat is een beter systeem. Want we hebben een solidariteitsgevoel in onze samenleving. Dat we niemand uit vuilnisbakken willen laten eten. Dus de arme man moeten we tegemoet komen. De kansarme, de gehandicapten moeten we tegemoet komen. Nog eens goed dat ik kan horen op kiezen. Kan ik kan verdienen. Als je te weinig verdient, willen we je helpen. Maar die middeningroepen en die hogere groepen, die moeten zichzelf zien te redden. Mm-hmm. Die ga je niet subsidiëren. Je gaat de elektriciteitsrekening niet subsidiëren. De waterrekening niet subsidiëren. Dus al die prijzen moeten langzaam, maar conform worden. Dus die subsidies moeten worden afgebouwd. Maar niet
om die overheid te laten rijk te maken, maar om dat subjectsubsidiesysteem te kunnen laten werken. Ja. Dus dat moet terugvloeien naar de samenleving. Ja. Dus ook hier, dus die olieprijs gaat omhoog gaan. Wij zijn geen voorstander om dat te gaan subsidiëren. Mm-hmm. Waar we wel voorstander van zijn, is dat we de arme mensen wel een behoorlijke push geven. Mm-hmm. En het overheidsapparaat, dat de mensen meer gaan verdienen, maar dat het direct van de gelegenheid gebruik gemaakt wordt om het apparaat grondig te saneren. Want het apparaat is onproductief, log. Dus je moet zorgen dat je een efficiënt werkend apparaat hieruit overhoudt. Maak van de gelegenheid gebruik om te saneren, een deel van de mensen af te stoten naar het bedrijfsleven. En die kleine groep die overblijft, een beter salaris te bieden. Ja, u sprak over de economie, hè? U praat over een beetje stabiel, maar stabiel. En de president praat over uit het dal. We zijn al uit het dal wanneer het gaat om de economische crisis in ons land. Hij was bij SRS, ik wil een stuk voor u afdraaien. En ik wil dat u even reageert op zijn antwoord, want die presentator vroeg hem nog van, misschien moet je een beetje voorzichtig zijn om te zeggen dat we uit de crisis zijn. Maar toen zei hij van, nee, we zijn eruit. En ik geef een aantal zaken aan. Laat ons even luisteren. Dan, die diepe taal dat met takkie. En if you never read me, dan heeft IMF dat in januari bij de review van Suriname ook bevestigd. En dat ze daarbij hun waardering hebben uitgesproken. Want je hebt... Ja. Even hoor, laat me dit zo starten. En we hebben al gezorgd dat we uit de diepe taal al gekropen zijn. Bent u niet voorzichtig met deze uitspraak? Want ze mij dacht van, de president zit ook moeten uit dat diepe dal. Hoe die dat let ik aan de moroditi. Nee, maar ik vind de salaris nu, hè? Iedereen krijgt zijn salaris nu, wat men niet... Ja, iedereen krijgt zijn salaris nu. Dat is een van de redenen waarom hij aangeeft dat wij uit het dal zijn. Boy, het is altijd lastig om met je president in polemiek te treden. Maar als er openlijke onwaarheden worden verteld, dan moeten we toch wel aan die gemeenschap vertellen dat het niet waar is. De salarissen zijn altijd betaald. Waar hij aan refereert is dat er in juli, toen ze zouden overnemen, voordat ze zouden overnemen, dat die regering nergens meer kon lenen. Om verhogingen het salaris krijgen. Sterker nog, nu krijgen veel meer mensen die het niet eens verdienen salaris door deze regering. Dus er vindt een enorme verspilling van staatsmiddelen plaats, ook onder deze regering. Maar laat me reageren op, zijn we uit het dal? Wat bedoel je? Zijn manieren om te kijken naar wat is de dal? Je kan kijken naar wat we samen verdienen, het BBP, Bruto Binnenlands Product. Dat gebruikt men internationaal als maat voor economische stabiliteit en groei. En het BBP, het laatste wat we hebben gemeten, is een krimp. Dat want dat komt erop, Chingakuku. Is een krimp van 3,5%. Dat is tot en met december. Hoe ben je uit de dal? Wat hij bedoelt is... Het planbureau heeft onder een aantal aannames een groei van BBP met 1,8% voor dit hele jaar. Dus aan het eind hebben we dan een groei van 1,8% gepland, prognose gemaakt. Onder aannames dat je herstelprogramma kan uitvoeren, dat. Alleen, aannames houden geen stand, al lang niet meer. De eerste, omdat je een aantal dingen niet hebt uitgevoerd of niet waarschijnlijk vertraagd gaat uitvoeren. En twee, omdat er ook dingen in de wereld gebeuren die je niet hebt voorzien. Je bent alleen maar uitgegaan dat de dingen goed gaan lopen. Maar de Oekraïne-oorlog was toch niet voorspeld hierin. Dus alles is op losse schroeven. Zelfs de IMF-projecties over groei van de wereldeconomie is compleet op losse schroeven. Vele landen gaan in plaats van een groei een krimp hebben als gevolg van die Rusland-oorlog. Dus zijn we uit het dal? Er is geen enkel bewijs dat we uit het dal zijn. Tweede criterium, of je uit het dal bent. En dan ga ik het nou individualiseren. Hoe ben ik uit het dal als ik nog 32% armer ga worden het komend jaar? Dat zegt het planbureau zelf. De inflatie dit jaar, 2022, gaat over het hele jaar gemeten 32% zijn.
Ja. Dan hoe ben ik uit het dal? Mijn salaris voor. Ik zeg, IMF heeft zelf aangegeven dat wij uit het dal zijn. Nee, de president is uit het dal. Misschien was hij zelf nooit in het dal. En zijn omgeving, zijn friends, families en sponsoren zijn nooit in het dal geweest. Ze zijn on top. Want zij bepalen wie krijgt en wie niet krijgt. En ze belonen zichzelf dik. En dat stoort de gemeenschap enorm. We zijn elke dag met mensen in contact. Van, als je uit die crisis wil komen, toon toch een beetje, toon jezelf een beetje in. Geef het goede voorbeeld. No. Want dat verspillend gedrag, dat overmatig gedrag van de toppers, niet alleen de president, dat is een hele entourage, de vicepresident inkluis, want ik mag hem niet ontzien. Ik moet eerlijk zijn, dat stoort de bevolking. Want ga voor in die bezuiniging. Andere presidenten zijn gekomen en ze hebben hun salaris direct gehalveerd. Uit solidariteit naar die arme mensen toe. Maar dat zou deze president ook doen? Ik weet niet of hij dat beloofd had. Had hij het beloofd? Ja, tuurlijk. Dat is wel beloofd tijdens de campagne, dat dus dan de salarissen van de ministers en al die mensen teruggebracht zouden worden. U gelooft al niet in die mooie verhalen. Kijk, ik zou graag geloven dat we uit het dal zijn. Alleen, ik merk het aan niks, aan geen enkele economische indicator. Ook niet in mijn broekzak. Dus we zouden dat niet meer moeten zeggen, met andere woorden. Dus dat is het pijnlijke toch. Dus terwijl iedereen anders ervaart, zegt die president hoe goed het gaat. Dus misschien zien wij dat niet, hè? Maar wat, zijn we dan blind? Of is hij helderziende dan, dat hij meer ziet dan wij? Nee toch, hij is toch ook gewoon een mens van vlees en bloed? Hij is toch geen godheid? Dat hij meer ziet dan wij? Laten we wel wezen, man. Ja, de vest komt altijd uit. Doen jullie dat maandelijks? We hebben een maandblad, ja. Ja, precies. Inzicht heet dat, inzicht. Ja. En jullie zijn weer uitgekomen over CARICOM. De president die gaat dus dan CARICOM leiden vanaf juli, geloof ik zo, tot december. En jullie zeggen van nee, afzien van dat ding. Het is toch een eer om CARICOM te leiden. U heeft niet goed gelezen, boy. Nee, we hebben in ons inzicht, blad inzicht, hebben we geschreven dat we de president een brief hebben geschreven. Dus het gaat om die brief. En in die brief, we zijn 27 jaar lid van de CARICOM. Ja toch? Ja, 27 jaar. Ik was zelf bij de inauguratie van Suriname, was ik ook daar aanwezig. En ik ben een regional integration man, ik ben een CARICOM man. Dus als er iemand voorstander is van om CARICOM te mogen leiden, ben ik het wel. Ik heb zelf de eerste rapporten over de kostenbatenanalyse voor toetreding tot CARICOM, heb ik geschreven. Dus laat men me niet verkeerd begrijpen. CARICOM is een goed ding. En we moeten effort doen om beter CARICOM te benutten. En CARICOM beter te laten functioneren. Helemaal goed. Maar in tijden van crisis. In tijden waar je het volk offers vraagt. Smano man kiezen, smak brede fuga scoren. Heb je een paar jaar bus naar de sanatie. Dan hoor je als generaal leiding te geven aan jouw leger. Aan jouw mensen. Om uit die crisis te komen. Je weet, je gaat die mensen nog verder pijnigen. Dat weet hij ook. Hij is geen dwaas. Dus hij weet dat hij die mensen armer gaat maken. Om ze morgen beter te, of volgend jaar beter te laten draaien. Dus dan moet je zorgen dat je njamapinaja, je legt hem uit. Je verbetert beleid met elke dag ga je beter op maat snijden. Je bent qua maatregelen, maar je ziet het werk niet zo goed door. Laten we even bijstellen. Daarvoor hoor je on the job te zijn. Als jij je aandacht gaat verdelen, ga je altijd je huiswerk hier minder goed kunnen doen. Bovendien, je neemt niet alleen je eigen tijd in beslag, maar eigenlijk van een aantal van je ministers en adviseurs, die gaan een heleboel dingen voor je moeten voorbereiden, want je bent niet de enige knappe kop die alle oplossingen heeft. Je gaat een team om je heen moeten hebben, die je moet adviseren. Je gaat constant met de andere leiders moeten praten, want je bent geen koning van CARICOM, dat je eentje kan beslissen. Je gaat constant met die leiders moeten bellen of op bezoek moeten gaan, et cetera. Dus het is nogal wat werk. Maar daarvoor hebben we een minister van Buitenlandse Zaken, toch? Nee, maar de president is voorzitter van de CARICOM. De president van een land, de staatshoofd,
Die is het. Dus je kan niet een, voor die functie kan je niet minister van Bibis gebruiken. Okay. Wel om het voorwerk voor hem te doen. Precies, wat speeches te schrijven en dat soort dingen. Ja. Maar die minister van Buitenlandse Zaken heeft ook een loodzware job. Hij heeft de hele investering op zich genomen. Het is onvoorstelbaar hoeveel werk er ligt. Die, waar ze allemaal in achterlopen. We lopen achter op ons regeerprogramma. We lopen achter op ons herstelprogramma. Gelukkig hebben we die eerste, ik kan daar straks nog over praten, de eerste toetsing van het IMF hebben we doorstaan. Maar wat we wel moeten zeggen, en we zijn vervelend, want we juichen het wel toe, dat we om eerste toetsing, positief, maar we hebben het alleen maar gehaald, omdat het ging over de evaluatie van de eerste 7 dagen. 23 hebben we de deal getekend en de evaluatie was, wat hebben we op 31 december bereikt? In midden mei zijn de heren geweest, ja. Hebben getoetst en ze hebben gekeken naar de bereikte resultaten van 31 december. En dan bleek dat er ook nog niet alles gehaald was, want we moesten een deel moesten ons respijt geven tot februari. Namelijk de publicatie van de jaarverslagen van de centrale bank. Want die waren 31 december niet klaar. Ja. Dus die mannen zijn soepel geweest naar ons. Alleen, laten we hopen dat die souplesse blijft. Want ik weet niet of ze altijd even soepel gaan zijn. Dus we hebben het gehaald omdat men soepel is geweest. En we zijn blij dat we het gehaald hebben, want we moeten constant onze targets halen. We hebben gezegd dat we het gaan doen, dus we gaan het ook doen. Alleen met deze zwakke uitvoering, weet ik nog niet zeker. Maar ik luister naar u, u praat over een zwakke uitvoering. Als het harder wordt, de bevolking ook dit, meneer Rabotarsi. Maar ik kan je zeggen, moro pasino de. Dus ik juich het niet toe, hoor. Dus ik dus maar kokos mee. Ik juich het niet toe. Alleen de situatie is, we komen nog niet uit het dal. We moeten nog eerst even ons werk doen voordat we uit het dal gaan komen. Ik kom niet zomaar uit het dal. Je gaat, if you no do next, yo saka moro dipi. If you do wasani, yo saka pkien zomaar yo krembaka. En dat moeten we doen. We moeten nog even die offers brengen om, door, om te gaan klimmen. En die president begint al halleluja te schreeuwen, terwijl we natuurlijk aan slag hebben. We moeten wel deelbaar, maar we natuurlijk aan eerst slag hebben. Maar dat is de echte zware maatregel, denk ik wel. Een groot deel is genomen, ja. Een groot deel is genomen, maar er komen nog een paar. Noem maar, die gasbom moet meer dan 10 maal zoveel worden. 48,50 moet 600 zijn. Moet. Voor de Oekraïne-oorlog. Voor de Oekraïne-oorlog. Met Oekraïne, ik weet niet hoeveel het gaat worden. Even draaien subsidie helemaal gewoon nul. Maar dat gaat niet gebeuren. Nee, even bedoeling. Nee, dat gaat niet gebeuren. Politiek onverkoopbaar. Ja. Maar kijk, ik vertel het verhaal van een econoom. Mm-hmm. Als de politiek zegt, we're not ready for it. Dan, dat is het prerogatief van de politiek. De politiek bepaalt. Zij zijn gekozen. De VES niet. De VES is maatschappelijk middenveld. Dus wij kunnen alleen maar, we hebben een signaalfunctie. Wij kunnen alleen maar zeggen, die is boboeng, die is pijnlijk, maar in ticking wel. Dus, maar de politiek bepaalt. De politiek bepaalt ook het tempo. Of ze er 10 jaar over gaan doen om uit het dal te kruipen. Of als ze het 1 jaar doen, is hun keuze. Maar ja, maar daar, dan ligt IMF nog daar. Die zegt van, je moet het doen. IMF heeft een overeenkomst met ons gemaakt. Ja. Een van de targets. En dat gaat de volgende keer al aan de orde komen. Dat komt de daarop volgende keer aan de orde. Is de verhoging van stroomtarieven met 25%. Dus je gaat het eraan moeten. En ook dat gaan we moeten incasseren. Alleen, leg het volk goed uit. Hé hey broer, want we slagen kooit. We zijn er nog niet. Maar we doen wel mooi fysiek, maar we zijn er nog niet. Dat zou eerlijker zijn. Hoe verliefd is de regering? Ik zie niet in. Waarom niet? Omdat Boropassino het volk gaat. Ja, ze leggen het verdomde slecht uit, maar het volk gaat begrip krijgen als je het goed uitlegt. Het kan zijn als je het niet goed uitlegt of dat je het niet op maat weet te snijden, dat die mensen op straat komen. Ja, dan heb je pech gehad. Het is met Bosje gebeurd. We zijn op straat gekomen. We hebben Bosje weggejaagd dus. Heeft nog wat tijd genomen en daar is hij opgestapt. Ik hoop niet dat hetzelfde met deze regering gebeurt.
Ja. Over CARICOM gesproken, want daarover spraken we. De president gaat gewoon door, hoor. Hij wordt voorzitter. Dat heeft hij al duidelijk gemaakt via zijn woordvoerder. Dus de boodschap van VES is toch niet aangenomen. Maar laten we duidelijk zeggen. We hebben niet gezegd, CARICOM is niet belangrijk. We hebben niet gezegd, je moet geen voorzitter worden. Maar we zeggen, zet je ego aan de kant. En stel het uit tot wanneer je een beetje meer adem wil. Tot wanneer stel je het uit? Wanneer we inderdaad uit het dal zijn. En dat kan nog een jaar duren. Maar kan je het wel uitstellen? Dat is het is vaker gebeurd, man. Het is zo vaak gebeurd. Als er een landverkiezing is en dat land is aan de beurt om voorzitter te zijn, dan vragen ze om een jaar uitstel. Dus het komt zo vaak voor. Wij zijn al, dit is de vierde of de vijfde. Alle presidenten van ons zijn een keer voorzitter geweest van de CARICOM. Ja. Allemaal hebben ze verteld over Fadamon Kinky CARICOM, voor de voordelen. Hetzelfde enthousiasme van de president. Maar helaas, ik neem hem niet kwalijk hoor, hij weet gewoon niet beter. Hij heeft gewoon die ervaring niet. Hij heeft andere dingen gedaan in zijn carrière. Dit ding is nieuw voor hem. Beginners enthousiasme. Maar wij zeggen, je hebt hier die job te doen. Stel prioriteiten, geef dit jaar helemaal aan de crisis op te lossen. En daarna kan je een beetje show gaan maken. Je kan naar Dubai, dan gaan ze snoepreisjes maken, leuke dingen doen. Die presidenten vaker doen als hun economie goed draait. Ja, we gaan afsluiten, meneer Amotarsi. Vandaag is internationale dag van de vrouw. Hoe kijkt u naar de positie van de vrouw in onze samenleving? Het wordt steeds beter. De vrouwen krijgen steeds meer erkenning. Hun rechten worden ook steeds beter gegarandeerd. Hier en daar zijn er nog wat misstanden, daar moeten we nog aan werken. Maar ik denk dat de positie van de vrouw een hele sterke verbetering doormaakt. En ik denk dat het ook tijd wordt dat in de politieke besluitvorming meer vrouwen hun stem gaan laten horen. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de hogere onderwijsinstellingen, universiteit, et cetera, dan zie je daar een dominantie van vrouwen. Dus als man voel ik me dan een beetje bedreigd, maar dat is een grap natuurlijk. Ik denk dat vrouwen misschien toch veel nuchterder kunnen besturen dan mannen. En mannen veel sneller van de goede weg afraken dan vrouwen. Dus laten we dit toejuichen. En ik wens alle vrouwen dan een hele prettige, inhoudsvolle dag van de vrouw toe. Geweldig, dank u wel. Meneer Amotarsi met zijn boodschap over dag van de vrouw vandaag. En natuurlijk over andere zaken. We hebben met hem gesproken. En u weet het, wij zijn graag hier hoor. Maar goed, we gaan eruit voor wat deze aflevering betreft. We zijn er weer over enkele minuten. We moeten ergens gaan. Ik ga nog niet zeggen waar. Maar blijft u kijken. Het is een mooi item. Tot zo.